afgelopen vrijdag contact heb gehad met de kliniek en dat zij op bepaalde punten gerustgesteld willen worden. Natuurlijk deel ik het ook gewoon met jullie zo, maar dan krijg je nu ook echt meteen reactie. En normaal krijg ik natuurlijk pas reactie als ik iets online zet of als ik het op Insta post. Zo voelt het wel, dat ik eigenlijk altijd, omdat ik nooit mezelf kon zijn of niet wilde of niet durfde te zijn, ja, dan speel je wel een rol, denk ik. Heb je dus een nieuwe afspraak kunnen plannen? Ik had heel erg in mijn hoofd 1 september en alles wat eerder is, dus mooi meegenomen. Het wordt dat ze het willen gaan doen, dat ze zien hoe hard ik werk, hoe hard ik gewerkt heb, hoe wel overwogen ik dit doe, hoe serieus ik het neem en hoe ik het met iedereen bespreek. Een grote beslissing genomen door de kliniek, waarvan ik 's middags de uitslag ga krijgen. Voorheen verwachtte ik denk ik vaker iets en nu hoop ik meer op dingen en dat vind ik zelf wel een hele mooie ontwikkeling. Hey allemaal, superleuk dat je kijkt naar de 11e aflevering van Van Doodsens naar Kinderwens. In de vorige aflevering heb je kunnen zien dat ik afgelopen vrijdag contact heb gehad met de kliniek en dat zij op bepaalde punten gerustgesteld willen worden. Morgen vroeg heb ik mijn behandelplan bij de GGZ waar ik nu nog onder behandeling ben. En ga ik die punten voorleggen en vragen of zij mij de stukken kunnen geven, mee kunnen geven, zeg maar, zodat ik die 1 september ja, aan de kliniek kan geven, zodat zij daarover al niet meer me hoeven te bellen of iets dergelijks. Dus ja, dat heb ik morgen vroeg. Ik ben vanavond heel druk bezig geweest met mijn gastles. Ik mag 31 mei een gastles geven op een school waar ik 2 jaar geleden ook al heel veel gastles heb gegeven. Dus het is heel tof dat dat nu weer mag en weer kan. Ik heb er echt heel veel zin in. Maar ja, in die 2 jaar is er natuurlijk superveel gebeurd. En heel veel dingen zijn nu anders. Dus ja, ik wil die les ook wel weer helemaal aanpassen. Zodat die echt weer helemaal up-to-date is en klopt. En ja, het is gewoon ook heel leuk om te kijken hoe ik er toen in stond. En nu, dat is echt zo'n verschil. Het is echt heel tof om te zien. Ik ben met Nova. Wij hebben een gastles gegeven vandaag hier op het ROC in Helmond. Dat was echt superleuk. Het was wel heel raar of zo, omdat nu de helft was wel live aanwezig en de andere helft was online, zeg maar, via Teams. En dat hadden we eigenlijk nog nooit gedaan. Dat, ja, eigenlijk hadden we sinds corona ook helemaal geen gastlessen meer gegeven. Dus ik was wel heel blij dat het nu ook weer kon. Dat ik nu weer, weet je, mijn verhaal kan vertellen en super veel leuke vragen gekregen ook. En het was ook de eerste keer dat ik over de serie ook vertel. Dus dat is wel, dat was wel gek ook, omdat je het dan nu weer met zoveel mensen, natuurlijk deel ik het ook al met jullie zo, maar dan krijg je nu ook echt meteen reactie. En normaal krijg ik natuurlijk pas reactie als ik iets online zet of als ik het op Insta post of zo. Dus ik vond dit ook wel heel leuk, echt die interactie en de vragen. En ik hoop dat het snel allemaal weer normaal is en dat we gewoon weer meer lessen kunnen geven. Er was ook iemand bij de les die ik al best wel heel lang ken, die kwam later wel binnen en die vroeg ook wel iets heel moois. Van, ik speel al heel lang in het kasteel van Sinterklaas hier in Helmond. En daar kent hij mij ook van. En hij heeft mij toen gezien. En nu gaat het natuurlijk veel beter met me. En heb ik gewoon een heel ander leven. En hij vroeg ook van, je speelde natuurlijk in het kasteel, speel je een rol. Heb je dat je hele leven dan ook gedaan? Is het nu dat je bij jezelf bent gekomen en dat je dan nu eigenlijk geen rol meer speelt? Dat vond ik wel heel mooi. Dat ik dacht van, wow, ja. Zo is het ook eigenlijk wel. Zo voelt het wel. Dat ik eigenlijk altijd, omdat ik nooit mezelf kon zijn of niet wilde of niet durfde te zijn. Ja, dan speel je wel een rol, denk ik. En ik denk dat het wel heel belangrijk en heel mooi is dat je daarmee stopt. Dus makkelijk gezegd maar. Het is zoveel fijner om dat niet meer te doen. Om gewoon te zijn wie je bent en te voelen wat je voelt en het er te laten zijn. Nova was ook mee. Zoals je ziet, die is nu, ik weet niet wat ze aan het doen is eigenlijk. Maar volgens mij vond ze het wel leuk. Vond je het leuk? Het was een super drukke, maar ook gewoon een hele leuke, fijne dag. Wij gaan inladen in de auto en lekker naar huis. Ik heb vanavond een telefoontje gekregen. En aan de hand van dat telefoontje wilde ik weer gaan filmen. Maar toen ging ik eerst even terugkijken wat ik al gefilmd had. Omdat ik even wilde weten wat ik verteld had en wat nog niet. En of ik überhaupt deze aflevering al opgestart had. Echt in mei al. En het is nu bijna augustus. 22 juli, zoals jullie net gezien hebben.
En ik heb dus die video's teruggekeken en ik heb gezien dat ik helemaal nog niet heb laten weten wat er uit mijn behandelplan is gekomen. Ik heb daar op Insta nog helemaal niks over gedeeld. Dus ja, mijn behandelplan. Het was een heel goed gesprek en ik heb de punten die ik die de kliniek dus nog wilde weten, heb ik aan mijn behandelaren voorgelegd. En mijn psycholoog heeft daar een brief op geschreven. Die heb ik al een hele tijd in huis. Dus die kan ik meenemen als ik mijn nieuwe afspraak heb. Ja, ik werd vanavond gebeld. Ik had vanmiddag nog een mailtje gestuurd omdat de directrice, en dat ook een dokter is van de kliniek, ook een punt had over de huisarts. Maar mij niet helemaal duidelijk was waar dat om ging. Dus daar had ik haar een mailtje over gestuurd van, hey, wat bedoel je? Ik weet het niet, ik kan het niet plaatsen. En toen had ze mij vanavond dus gebeld, heel onverwacht, want ja, ik dacht, ik mail, dan kan ze me terugmailen. En toen belde ze me, wat ik oprecht heel fijn vond. Toen hebben we echt een heel gesprek gehad over wat die punten waren. Nou ja, dat was achteraf niks bijzonders. Toen zei ze van, ja, je hebt ook nog geen nieuwe afspraak staan, toch? Ik zei, nee, maar ja, ik wacht gewoon rustig af. Want hè, jullie zeiden 1 september en dan kan wel even duren met vakanties en zo. Toen zei ze van, nou, ik wilde even laten weten dat ik de behandeling overneem. En dat we dus een nieuwe afspraak kunnen plannen. Ik had heel erg in mijn hoofd 1 september en alles wat eerder is, dus mooi meegenomen. Het wordt 25 augustus. Dus ja, ik ben eigenlijk wel gewoon heel blij hoe dingen gaan. Ik ben bezig met een studie die echt super leuk is. Ik doe webdesign. Ik vind het heel erg leuk. Een cursus gewoon, omdat ik, ja, dat komt nu het makkelijkst combineren. Natuurlijk, nu weet ik al helemaal niet hoe dingen gaan lopen de komende maanden. Want ik heb volgende maand die afspraak. Dus ja, ik ga eventjes niet heel veel meer plannen voor daarna. Omdat ik, natuurlijk, ik moet nog wachten wat er uitkomt. Wat er uit het gesprek komt. Het MDO wat ze in de kliniek nog gaan hebben. Dat zei die arts zei dat ook. De stukken die ik heb, die ga ik naar haar toe mailen. Zodat zij, want zij heeft in de ochtend van 25 augustus heeft zij een MDO. Ze zei, als er tijd en ruimte is, dan bespreek ik jou dan al. Want dan kan je 's middags, kan ik jou meteen de uitslag vertellen. Of we het gaan doen of we het niet gaan doen. Dus ik hoop met heel mijn hart dat we het gaan doen. Dat ze het willen gaan doen. Dat ze zien hoe hard ik werk. Hoe hard ik gewerkt heb. Hoe wel overwogen ik dit doe. Hoe serieus ik het neem. En hoe ik het met iedereen bespreek. Ik hoop dat ze dat zien. Ja, ik hoop dat ze het zien. Dat zou echt heel fijn zijn. Zo is het 22 juli. En nu is het alweer 17 augustus. Waar blijft het uit? Hoezo gaat het zo snel? Ik weet nog dat ik aan deze serie ook begon. En dat ik zoveel hoop en verwachtingen had van hoe het zou gaan lopen. En ik ben zo trots op mezelf hoe ik die dingen heb los kunnen laten. En heb om kunnen buigen. En hoeveel geduld ik heb. Vroeger had ik nooit geduld. Ik moest alles altijd meteen. En kon ik gewoon niet wachten. Dat is meestal met geen geduld. En ja, nu heb ik morgen over een week, de video komt morgen online, dus vandaag over een week heb ik al de afspraak bij de kliniek. Oh my god. Ik ga nu deze video afsluiten, omdat ik het een mooi idee vind om vanaf morgen iedere dag wat te gaan filmen. In aanloop naar de 25e toe. Hoe ik me voorbereid. Welke vragen ik ga opschrijven. Want ik heb best wel veel vragen die steeds zo in mijn hoofd voorbij komen. En ik denk, oh, die moet ik stellen. Maar die vergeet ik dan te schrijven. Met wie ik het bespreek. Wat ik bespreek. En hoe ik mezelf gewoon ook voorbereid op die dag. Want ja, het is best wel een grote dag die komt. Een grote beslissing genomen door de kliniek. Waarvan ik 's middags de uitslag ga krijgen. Die wellicht mijn leven kan gaan veranderen. Misschien ook niet. Maar ik hoop het wel. En ik heb wel geleerd het afgelopen half jaar. Of het afgelopen jaar. Dat hoop iets anders is dan verwachten. Verwachting. Voorheen verwachtte ik denk ik vaker iets. En nu hoop ik meer op dingen. En dat vind ik zelf wel een hele mooie ontwikkeling. Die me ook best wel veel rust geeft. Ik zal niks op mijn social media posten volgende week over wat de uitslag is. Dat zullen jullie allemaal in de volgende aflevering van deze serie zien.
Dus ik zou zeggen, abonneer je op mijn kanaal, zodat je zeker de volgende video niet mist. En ja, laat even een reactie achter en natuurlijk een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik je heel graag bij de volgende aflevering van Dood Sens naar Kindermens. Doei!